Woensdag 16 maart 2022 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook in de gemeente Best. En daarom heeft Plein Best het idee geopperd om alle politieke partijen in Best uit te nodigen en hen 6 vragen voor te leggen. 5 vragen krijgen ze van tevoren en kunnen ze over nadenken. En de 6e vraag wordt een verrassingsvraag. Het interview wordt door mij afgenomen, Henk van den Heuvel. En gefilmd door Tom Lassink en Tjeerd Martens. We zijn nu in gesprek met Marieke Gronderie, gespreksleider of fractievoorzitter bedoel ik van CDA Best. Wij zitten met 3 raadsleden in de raad. Mm-hmm. Verder hebben wij nog 1 burgerraadslid. Echt onmisbaar ook ter ondersteuning en aanvulling van onze fractie. Wij hebben verder een actief bestuur van ongeveer 8 leden. En wij hebben een ledenlijst van ongeveer een 80 leden op dit moment. Van echt mensen die actief zijn binnen de partij. Ja. En wij hopen natuurlijk in maart veel mensen die op het CDA gaan stemmen. Als CDA vinden wij het met name heel belangrijk dat er ook wordt gekeken naar een stuk bezuiniging van energie. Want wat je bezuinigt, hoef je niet op te wekken. En dan denk je aan isoleren van woningen. Dan denk je aan het bijvoorbeeld groene daken. Iets wat we in Best nog niet doen, maar waar wij van als CDA zeggen van nou weet je, daar moeten we als gemeente ook echt gaan ondersteunen. Zodat mensen dat kunnen realiseren. En wat wij ook zeggen, als je het hebt bijvoorbeeld over zonnepanelen. Op de daken van de gemeentelijke gebouwen, op de bedrijven, op de woningen. Dat je heel goed moet gaan kijken hè, naar het type woningen. Maar ook inderdaad naar de bewoners van wat kunnen ze. Ja. Hè, en afgezien nog van wat ze willen, wat kunnen ze. En kun je daar als gemeente ook een stuk in ondersteunen. Want ik denk dat de kracht erin ligt dat je het samen doet. Ja. Hè, en dat je dus ook gaat kijken van nou kun je bijvoorbeeld iets niet alleen individueel met 1 woning. Maar kun je iets met een straat of kun je iets met een wijk. Als je gaat kijken naar de wachtlijsten die er bijvoorbeeld nog zijn. Dan vind ik dat echt een punt van zorg. Ja. En ik ben ook heel blij dat wij als gemeente Best daar ook gewoon heel kritisch op zijn. En zeker ook als CDA dat wij daar iedere keer ook weer de aandacht voor vragen. Want ja, dat is niet iets dat we zeggen, ja jongens, hè, dat is een lange landelijk probleem en jammer. Nee, dan moeten we in Best moeten ook heel goed gaan kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat in Best onze jeugd de hulp krijgt die ze nodig hebben. Dat vind ik helemaal nog sterker. Daar vind ik ook dat wij in Best ook nog echt winst te behalen valt. Haal ze de scholen binnen. Ja. Haal de organisaties in de school. Hè? Zorg dat er iemand van Stichting Leergeld een uurtje in de school is. Ja. Of een koffieochtend. Of hè, een maatschappelijk werker. Of een middelbare school of een andere organisatie. Haal ze binnen. Ja, CDA Best heeft ook altijd gezegd, wij laten niemand in de kou staan. En wij hebben ook gezegd, een warm huis en gewoon kunnen eten, dat zijn gewoon basisbehoeften. Ja. Het belangrijkste is inderdaad het signaleren van mensen die inderdaad in de kou komen te staan. Best heeft zo'n mooie aspecten van onze gemeente. En dan zeg ik van nee, wij moeten als Best zelfstandig blijven, maar samenwerken waar het kan. Om het karakter van Best en de faciliteiten van Best en gewoon het dorp met stadse allure, om het maar even zo te noemen, dat moeten we behouden. Als CDA zeggen wij, wij vinden het niet passend. Wat de locatie en de omvang, naast de Zeeman en zo'n groot gebouw, met de kennis die we nu hebben, met corona, met het gevolg, het stukje thuiswerken, een kantoorgebouw. Even duidelijk, de samenwerking gemeente met Best Wijzer, daar staan wij volledig achter. Hè, als het gaat om dienstverlening, dus dat absoluut niet. Maar moet jij daar zo'n groot gebouw neerzetten, wat zo ontzettend en veel juist kost? Op die plek. Op die plek, ja. En wij horen die geluiden ook. En vandaar dat wij ook, ook de komende tijd heel graag van de inwoners willen weten, hey, hoe denken jullie daarover? Want wij willen eerst eens een visie van het hele plein om dan te gaan kijken wat de meest optimale plek daar is. Wat hopen jullie bij de komende verkiezingen? Wat hopen wij? Ja, wij hopen dat we naar 4 zetels gaan. Ja. Heel veel succes bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. En we hopen dan voor alle partijen dat ze datgene krijgen wat ze willen. Nou, dat als CDA gaan we er in ieder geval vol voor. Ik wens je veel succes. Dankjewel. Dag. Ja. Dag.